Deze gevulde broodjes met ei en gerookte zalm kun je serveren als ontbijt of als lunch. Echt een prachtig gerecht. Daarvoor snij je eerst de bovenkant van de broodjes af. Dan haal je het vulling eruit, dus dan hol je hem wat uit. Dan kwast je het in met gesmolten boter. En dan leg je daar rondom de plakjes zalm in. Dus je vormt als het ware een bakje. Zorg er wel voor dat je wat gaatjes overlaat, zodat dadelijk het eiwit een beetje in het broodje kan trekken. Anders duurt het heel erg lang voordat het ei gestold is. Dan breek je er een ei in. En dan zet je het in de oven gedurende 20 minuten ongeveer op 200 graden. Eet smakelijk!